de voorstelling zelf is helemaal nieuw in elkaar gestoken uiteindelijk. Natuurlijk ken ik de film. Hè. Ja, wie kent De Kleine Zeemeermin nu niet? Het hele concept is een beetje veranderd en de ideeën er rond zijn een beetje veranderd. Hè. Dus ik ga zelf nog moeten zien, want nu krijgen we zo'n paar decorstukken te zien, maar we hebben nog niet het totaalbeeld gezien. Dus ik ben zelf eigenlijk heel benieuwd. En zo voor en geen door, nu kom ik pas op school. Ik word zo graag, het van ik wou. Kleine Zeemeermin betekent zo een beetje wel de eerste film die ik vroeger gezien heb als kleine jongen. En ik vond die heel leuk. Ik had ook iets schrik eigenlijk van Slijmbol en Slijmbal, zo de twee alen. En van Ursula. En ik vond Sebastiaan geweldig. Dus dat ik dan nu die rol mag spelen, is gewoon heerlijk om te doen. En dan moet zij voor meeuwige maaltijd onderduiken. We moeten iets doen voor het te laat is. Al wat? We moeten ze in de juiste stemming brengen. Ah, ziet je altijd. Wat heel speciaal is, vind ik de muziek. Het is ongelooflijk hoe die gradueel, hoe dat kwalitatief echt stijgt. Naar lang de voorstelling vordert. Je voelt dat het ongelooflijk minutieus uitgedacht is en heel goed in elkaar steekt. Dat is echt onwaarschijnlijk. Ja, dat is een hele eer, direct een Disney-prins mogen spelen. Ka-ching! Ik wil er geen mooi boy prins van maken. Prins met peperint gehad. Sowieso fantastisch om nog eens een heks te mogen spelen. Hè? En de zeeheks die had ik nog niet gespeeld, dus dat is wel fijn. En de uitdaging ligt erin om ze toch iets anders te geven dan die andere, dan de vorige. Wat gaat het meest mooie zijn? Mijn kostuum. Nee, jawel. Oei, kom dat de kostuumier niet kijkt. Ik weet nog niet wat dat mijn kostuum wordt.